Hey kijkers van GamePolixel, welkom bij weer een nieuwe video. En in deze video ga ik widescreen Minecraft spelen. Dat kan je natuurlijk aan de titel al gezien hebben. Maar als jij je afvraagt van Gio, wat is widescreen Minecraft dan? Ik zal het je laten zien. Minecraft hier zo. En dat is op allebei je schermen Minecraft spelen. De zon schijnt trouwens nu een beetje in mijn beeld. Maar je ziet het, als ik zo beweeg, dan beweegt hij op allebei de schermen. En dat speelt echt pittig kut. Want nou, op zich, je hebt wel een heel groot overzicht. Je hebt wel echt, je kan heel veel kanten zien. Maar het speelt best wel kut. Maar ik ga dus nu een potje Spleef joinen. En ik ga kijken hoe dat dus gaat straks. Of ik daar een beetje goed in ben met dit. En dan zie ik jullie daar zo weer. Oké, nou, ik ben dus in een Spleef lobby. We gaan straks het potje. Het begint binnen een paar seconden. En waarom ik Spleef doe, is omdat ik zo vaak Skywars doe en zo vaak Hunger Games. En ik dacht, ik ga gewoon eens een keer wat Spleef doen. Want dat is best wel leuk eigenlijk, deze minigame. Ik deed vroeger echt heel vaak. Maar ja, we gaan eens even kijken hoe dit gaat. Het is echt heel irritant, want het midden zit zeg maar precies in je beeld. Dat kan je ook van de camera daar zien. Maar er zit echt precies tussen je twee beelden. En dat is echt kut. Ik weet niet hoe ze dat anders moeten doen. Maar dat is volgens mij echt gewoon meer voor een derde scherm. Dat je dan de ruimte hebt. En gewoon je midden echt in het midden hebt, zeg maar. Ik weet niet of ik dat moet uitleggen. Maar oké. Oh, hier staat er een stil. En hey, die heeft een Nederlands tenuutje aan of zo. En oh my god, jongens, dit gaat zo kut. Ik kan gewoon, ik zit ook echt schuin te kijken zo. Dus als de facecam, die staat nu ook best wel raar natuurlijk. Straks, omdat ik de hele tijd schuin zit te kijken. En oh my god, ik ben gevallen. Ja. Hebben we een kill? Gaan we een kill halen? Oh my god, ik haalde een kill. Ik heb een kill. Lekker hoor. Gewoon met dit klote ding. Oké, daar nog geen. Kijk, die gaan we ook killen. Zullen we hem killen? Als ik dit win, dan oh my god, dan ben ik echt pro. Maar dat heb ik ook wel met 10 tieren gezegd, dat ik dan pro ben. En dan verloor ik echt hard. Oh my god! Kut, man. Fucking flikker. Ah, kijk, wacht. Ik kijk nu gewoon zo recht en ik zie daar zo'n chick. Die komt zo van, hey. Oh, ze pakt die ander. Oké, fucking bitch. God. Nou, oké, het potje gaat binnen 6 seconden beginnen. Maar je kan het natuurlijk een beetje vergelijken met Skywars achter het scherm. Omdat ik nu natuurlijk weer mijn beeld film. Alleen dit is meer omdat ik gewoon omdat ik het jullie wat beter wil laten zien. En als ik het gewoon opneem, dan heb je volgens mij een heel raar scherm. Dus het is wat meer om het zo jullie te laten zien. Maar ik heb nu een andere tactiek. Ik ga niet voor de kills. Kijk, ik heb er langer overleefd dan SibeA007. Oh, what the fuck? Vliegt die nou? Hallo? Oh, oké, lol. Even kijken. Kijk, er zijn er al 4 dood. Even kijken, waar moet ik heen? Daar moet ik niet invallen, want dat is gelijk een gat. Ik hoor allemaal van die dingetjes. Kijk, wacht. Ik wil niet voor de kills gaan, maar ik moet misschien wel. Oeh, hij valt gelijk weer naar beneden. Nee. Oh my god. Ja. Gekild. Oké. Daar is Patty Koers. Patty Koers, wat gaat hij doen? Gaat hij mij proberen te killen? Ik moet dit eventjes weg. Oh. Jij gaat door. Oh, wacht. Serieus, kan je daarop staan? Lol, wat? Lol, fuck jou. Doei. Hallo, wow. Even kijken. Oké, hoe moet ik nu. Maar. Dit is toch cheaten? Of verdwijnt dit straks of zo? What the fuck? Oké, ik hoop dat jullie mij dat kunnen uitleggen. Want ik speel niet zo heel vaak Spleef dus. Die laten we. Oh my god. Oh my god. Hoeveelste ben ik geworden? 4e of zo. Het staat weer echt precies zo midden in mijn beeld, wat ik het net niet kan zien. Ik ben volgens mij 4e geworden. Oké, we gaan weer naar een volgend potje. 4e ben ik. Oh, ik zie het daar trouwens helemaal rechts staan. Het valt me nu pas op. Dus tot het volgende potje. Oké, het potje gaat over 3 seconden beginnen. 2 seconden 1. There we go. Oh, we zijn maar met 4 Spleefers. Are you fucking serious? Oké. Nou, dan gaan we hem maar gelijk even. Oh. Ik kon die blok nog niet eens breken. Dan gaan we gelijk eventjes hun naar beneden. Kijk, hoppakee. Dat zijn. Oké, ik moet dit winnen, jongens. Ik moet eventjes laten zien dat ik een echte Spleever ben. En nee, dan moet hij niet naar boven blijven. Want dan gaat hij straks naar beneden. Maar, even kijken. Die blokken die daar net waren natuurlijk. Daar kon ik een beetje mee cheaten misschien. Dus, daar. Oké, weer eentje naar beneden laten vallen. Nice. Oh, maar ze kunnen natuurlijk weer naar boven gewoon. Ja. Oh, kut. Nee, dat leek maar zo. Oké, dan deze. Nee. Oeh. Er zijn nog steeds 4 Spleefers. Oké, eentje is eruit gevallen. Nice. En dat is waarschijnlijk. Dat is waarschijnlijk door hem. En die blokken zijn nu weg, of niet? Als ik dat verkeerd. Ja, bye bye. Motherfucker. Laatste 2. Oké. Chill. Waar is die? Ik denk dat die erg boven is. Ja, daar is die. Oké.
Wacht, ik wacht gewoon tot hij op mij afkomt. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar. Ja, 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 ja. Fuck. Fuck! Ah, ik had het bijna gewonnen, jongens. Ik had het bijna gewonnen. Ik had het bijna gewonnen. Nou ja, in ieder geval bedankt voor het kijken dus natuurlijk naar deze spleef, widescreen Minecraft, weet ik veel hoe ik het moest noemen. Ik bedank jullie voor het kijken natuurlijk. Laat die like achter. Ik bedank jullie natuurlijk ook nog voor de heel veel likes op de laatste video's. En ik zeg later.